Bloemendaal is een locatie die we een beetje gespikkeld noemen. Er wonen mensen met een geriatrische aandoening en mensen zonder geriatrische aandoening, dus somatisch. Nou, ik denk dat jeugdzorg op onze locatie heel kleinschalig is en dat daar sowieso echt voorkeur heeft als je mensen met dementie vooral hebt, maar ook mensen die gewoon van het dorpse leven houden. Wij zijn niet de hoofdlocatie, we zijn een van de camperlocaties. Komen hier mensen wel werken om te zien wat wij doen en om de lijntjes kort te houden. Dus ik weet dat ik bij iedereen terecht kan voor vragen, omdat we verschillende functies hebben, maar we hebben allemaal hetzelfde doel. Dus dat maakt het wel echt een fijn team om in te werken. Ieder mens is uniek, ieder moet anders benaderd worden en toch zijn het allemaal van die lieve mensen. Ik vind gewoon de mensen heel lief en je kunt ze gewoon behandelen als mensen zoals wij ook mensen zijn. Juris is een organisatie waar als jij wil je van alle kanten door mag groeien. En daarnaast vind ik bij Jorenzorg ook wel dat je altijd bezig bent met verbeteren. Middels de VR-bril kun je ervaren hoe een dag van iemand met dementie, een deel daarvan, voelt en wat wij voor impact daarop hebben. Nou, ik vind de sfeer hier heel erg leuk. Is eigenlijk de hele dag door dankbaarheid en leuke dingen doen. Ik zou zeggen, als je nieuwsgierig bent naar hoe wij hier werken in de ouderenzorg, op de camperlocatie of op onze hoofdlocatie in Oorschot. Wil je ook iets betekenen voor de oudere medemens? Iets gezelligs doen of een praatje maken? Wij zijn altijd klaar om je te woord te staan en je mag altijd een keer meekomen lopen als je nieuwsgierig bent. Dus wees welkom en kom graag naar Jorenzorg.